Waar is hij? De band? Welke band? Hij vermoorde me zowat. Hij wou die band. Hij komt vast terug. Hoe zag die man eruit? Theo, ik heb die band niet. Ik weet niet waar die is. Als ik hem had, konden ze hem zo krijgen. God, ik was zo bang. We zullen je wel beschermen. Jullie konden Harry ook niet beschermen. Omdat we toen niet wisten hoe het in elkaar zat. Dat weten we nu wel. Ik moet even bellen. Ah, Hans, ja, blij dat je er bent. Met Theo. Denk je dat we elkaar even kunnen ontmoeten? Op de bekende plek? Nou, half uurtje. Prima, jong. Je bent de prins. We maken er meteen werk van. Ik stuur alleen nog even een teken naar langs. En we zullen ervoor zorgen dat je veilig bent, ook vannacht. We laten je heus niet alleen. Mag ik een maaltijd? Goedemorgen, meneer Blok. Nou, ik begrijp nu waarom je altijd hier naartoe wilt. Zo'n beetje de enige kroeg in de omgeving waar je als hoofd van de zedenpolitie nog rustig een afspraak kunt maken. En, hoe is het met onze vrienden Matthijs en Glister? Uren verhoord, niks. Glad als naal, duur advocaten. En voor de moord op Harry Nuis hebben ze waterdichte alibis. Maar dat is logisch. Ze hebben mannetjes voor het vuile werk. Ze hebben nog wel wat meer, denk ik. Wat bedoel je? Wat denk je van Wolters? Van de CRI? Die loopt de vloer bij ons plat. Precies. Bij mij ook. De CRI, wat stelt dat voor? Databank? Onderzoeken coördineren? Luister even. Vlak voor zijn dood stuurt Harry Nuis mij een brief met belangrijke informatie over Matthijs en Glister. Hij wil garanties en... Dankjewel. En in ruil daarvoor heeft hij ook nog een bandopname. Die brief die gaat in mijn kast op de Kruislaan. Maar diezelfde nacht wordt die brief gejat uit die kast op de Kruislaan. Meen je dat? Het is duidelijk waar die brief naartoe is gegaan. Want plotseling weten Matthijs en Glister dat Harry Nuis over een bandopname beschikt met voldoende informatie om ze voor 20 jaar achter de tralies te krijgen. Dus wat doen de heren? Ze doorzoeken zijn kantoor, rammen zijn vriendinnen elkaar. En als dat allemaal niet helpt, dan schieten ze Harry overhoop. Dus nou bezij die band? Nee. Die hebben ze niet. Hoe weet je dat? Omdat ze vannacht geprobeerd hebben om Harry zijn vriendin te verzuipen in haar eigen badkuip. Maar die weet ook niet waar die tape is. Waarom vermoorden ze Harry als hij de enige was die wist waar de band was? Pure paniek. Ze hadden alles al geprobeerd. Dus moesten ze wel aannemen dat Harry die tape bij zich droeg. En dat was niet zo. Ze hebben hem niet gevonden, nee. De hele zaak is in één keer opgelost als wij ontdekken wie die brief heeft gejat.
Wolters? Nou, daar geloof ik geen barst van. En wat wil je van mij? Oogjes open. Beetje spitten. Beetje graven. Hoi Sylvie, ik ben het maar. Dat is Robin, een collega. Ik heb een ketting voor je. Heb je een schroevendraaier? Ja, tuurlijk. We gaan je flat continu in de gaten houden. Dus jullie denken ook dat hij terugkomt? Het kan. We willen erg graag de moordenaar van Harry te pakken krijgen. Dat wil jij toch ook? Sorry Theo, sorry, maar dit begrijp ik even niet. Harry Nuis heeft jou, terwijl hij dood lag te gaan, een tape gegeven, die heb jij achtergehouden. Terwijl Zede geen poot heeft om die pooiers te pakken en dat arme mens door de mangel gehaald wordt. Het is de enige manier om die man te pakken te krijgen die erachter steekt. En wie die brief heeft gejat. En wie verantwoordelijk is voor de dood van Harry. Ja, ik weet heus wel wat ik doe. Zodra we die man te pakken hebben, gaat die tape naar Zede. Dus nu ga je Sylvia's lokaas gebruiken? Met 100% bescherming. Zo, dat is voor elkaar. Hij knipt hem zo weer door midden. We blijven constant in de straat posten. Geen probleem. Er gebeurt je niks. Ik denk dat dat de tekenares is. Hallo. Hey Marleen, je kan meteen aan de slag. Sylvie, is Marleen Zijlstra? Laten we gaan zitten. Ik heb op het bureau het signalement al doorgekregen. Dus kunnen we gelijk beginnen. Ik begreep, het gaat om een man met een vrij karakteristiek gezicht. Ja. Hoe oud is die ongeveer? 35, 40 jaar oud. Oké, okay. Is er iets typerends aan zijn gezicht? Heeft heel kort haar. Heel kort haar. Met, ja, met van die innamen. Ongeveer zoals ik het nu teken? Ja. Hoi. Heb je al gegeten? Nee. Ja. Ja of nee? Wat is er? Damesbezoek? Dag meneer. Wie is dat? Dat is een vriend. Yassar. Logeert hij hier? Kon niet anders. Kom eens even mee. Kan jij mij dat uitleggen? Er was een inval van de politie. Een inval? Waar? Op tv? In zijn atelier. Yassar moest vluchten. Hij is illegaal. Een illegale Turk? Ben je niet goed bij je hoofd? Weten we nog wie ik ben? Wat maakt dat nou uit wie je bent? Nee joh, dat is waar ook. Wat maakt dat uit? Heb je nog criminelen? Stap ze maar bij een politieman in huis. Nog andere criminelen? Wat maakt het uit? Een illegaal is geen crimineel. Nee, nog niet, maar dat wordt hij vanzelf. En ik ook als ik hem onderdak verschaf. God zal mij bewaren, God allemachtige. Je hoeft niet zo te vloeken. Het is me voor een paar dagen. Hoe lang zit die figuur hier al? Sinds gisteravond. Hij is een neef van een schoolvriend. Hij werkt in zo'n... Zo'n illegaal atelier. Met al zijn illegale neef en nichten. Waar ze voor 15 gulden een blazer in elkaar flansen. Die later voor 150 gulden in de winkel ligt. En dan moeten ze in de drugs om een beetje zakgeld te verdienen. Jij ziet altijd alleen maar het slechte. Ja, vind je het gek? Waarom heb je mij dat gewoon eerst niet even gevraagd? Je had het nooit goed gevonden. Oh, en nu wel, denk je? Wat wou je dan?
Hem op straat gooien. Weet je wat ik zou moeten doen? Hem arresteren, op een vliegtuig zetten. Ik ben politieman. Dat is altijd nog mijn plicht. Als je dat doet, dan ga ik meteen terug naar Canada. Juist. Dit is dus de man waar wij allemaal naar uitkijken. Dan, het rookprobleem in de kantine. Ik dank je. Er zijn een paar dingen. De recherche is bezig met een onderzoek naar een vervelende onregelmatigheid. Hier, op bureau. En in verband daarmee wil ik aan jullie vragen om goed op te letten of er eventueel ongewone voorvallen zijn. Of dat er rare dingen worden gevraagd door externe collega's. Meneer Keizer, wat voor rare dingen zouden dat moeten zijn? Alles wat verband houdt met het onderzoek naar die vrouwenhandelaren. Mathuis en Glisser. Als jullie iets te melden hebben, dan graag direct. Bij inspecteur Brandsma. Of bij mevrouw Gerigs. Ja, ik ben namelijk voor een paar maanden afwezig. En voor die tijd heeft mevrouw Gerigs de leiding over het bureau. Nog vragen? Nee. U komt er nog wel terug? Ik zou jullie voor geen goud willen missen. Serge Guus Bals. Ja, ja, komt er juist aan. Eén moment. Thea. Ik zag Mark lopen. Is die erheen? Mm-hmm. Ik ga nog even wat slapen. Als je me nodig hebt, bel je, oké? Theo. Ja. Wat? Nu al? Ja. Ik denk wel dat hij er is, ja. Ja, is goed. Ja. Het lijkt wel de helft van de mannelijke bevolking. Ja. Het rare is toch dat je de mannen vaak van herkent. Dat is de kunst. Daar is onze dame. Niels? Niels? Is die Arafat er nog? Yasser Oksal. Je moeder komt eraan, samen met Erik. Ze gaan terug naar Canada. Ze komen afscheid nemen. Ik zou hem maar even dumpen. Nu meteen. Ja, wat wou jij dan? Hem lid van de familie maken. Jij wou het toch ook onder ons houden? Dus dat wil jij ook? Nee, dat wil ik helemaal niet, maar daar hebben we het nog wel over. Nou, kom, loos hem maar even. Yasser, je moet een uurtje weg. Huh? Het café aan de overkant. Heb je geld? Nee. Dag mevrouw, dag meneer. Dat is een vriend. Is dat jouw hem niet? Niels. Erik is me komen ophalen. Hi. Erik. Theo, kom een gedag zeggen. Alweer genoeg van het vaderland? Hoe laat moet je weer naar school? 1:30. Oh, kijk. Dit is voor jou, jongen. Oh, dankjewel. Laat me je kamer maar zien. Kom maar mee. En, koffie? Lekker.
Ja, ik moest er helaas alleen laten gaan, want ik kon niet weg. Gelukkig is alles goed gegaan. Was je bang dat iemand anders tegen het lijf zou lopen? Nee, daar ben ik niet bang voor. Red je het een beetje met Niels? Nou ja, het zal wel moeten, hè? Ik ben zijn vader. Maar jullie zijn een paar jaar van hem af. Misschien wel wat langer. Ja, ik denk dat hij hier ook blijft studeren. Hebben ze in Canada geen seminaries? Misschien is het beter dat je het maar weet. Oh, dus jullie gaan toch uit elkaar? Niet zoals jij denkt. Thea is ziek. Ik ga weer terug naar Canada. Ik hoop dat we als vrienden uit elkaar gaan en dat je het hier goed hebt. Ik heb me heus wel. Je vader lijkt misschien een beetje een rouwdouwer. Maar alle goede dingen zitten aan de binnenkant. Je kunt altijd op hem rekenen. Hij is niet gewend om een zoon om zich heen te hebben. Je kunt veel van hem leren. Kom eens zitten. Ik was nooit zo'n volmaakte moeder. Maar ik ben je moeder en ik hou van je. Waarom moest ik dan hierheen? Omdat... Theo is je vader. Ik wil je niet bij Erik achterlaten. Je hoort bij je vader. Niels. Ik ben ziek. Je had een beetje koorts. En keelpijn. Dat dachten ze. Ik had je dit niet willen vertellen. Ik had het je willen besparen. Dat je bij je vader was als het gebeurde. Je bent onderzocht. Je had bloedarmoede. Je kreeg staalpillen. Dat komt al vaker voor bij die ziekte. Dat ze het niet weten, dat ze aan wat anders denken. Maar het was toch al te laat. Wat heb je dan? Dat zegt je niet. Een acute vorm van leukemie. Dat kunnen ze toch wel genezen? Nee. Met een mergtransplantatie van een familiedonor. En die heb ik niet. En ik dan? Je hebt mij toch? Dat weet ik, liefje. Maar het moet minstens een tweelingbroer zijn. En dan nog is het alleen maar uitstel. Niels. Je bent 17 jaar. Je moet op eigen benen staan. Dat kun je toch wel. Niels brengt ons even naar de taxi. Niels, zullen wij hem vastgaan? Het spijt me. Alle verkeerde woorden zijn al gezegd. Ja, daar waren we altijd goed in. Een clown gedragen. Niet doen, Theo. Geen medelijden. Ik heb me er al lang bij neergelegd. Ik vind het zo erg. Voor jou. Voor Niels. Voor mij. Ik wou dat ik wat kon doen.
Ik wil alleen maar dat je goed voor Niels zorgt. Nee, ze vergist zich niet. Dus we maken een kans. Oké, daar. Hé. Hey. Is Roel daar ginds? Ja. We hebben niks gezien, hoor. Wat zijn ze? Weet je dat, die Chinees waar we zaten? Nou, hier ergens boven zit een man met een verrekijker. Theo wil dat we meteen uit de tent lokken. Nou, wij gaan er ongemerkt erachter naar binnen. Jullie hier met z'n tweeën aan de voorkant. En wat is het opzetje? De koerierdienst die gaat een envelop bezorgen. En dat ziet hij. Hopen we. Je kunt natuurlijk altijd op Bob Voskuil terugvallen wat de personeelsproblemen aangaat. Doe ik zelf ook, voortdurend. We redden het wel. Ja, en ik hoop dat je verlost blijft van de Rijksreserve en het bio. Daar hebben we nog wel genoeg van gezien. Hm? Ja, zeg dat wel. Hoewel, één van de twee zal natuurlijk onvermijdelijk zijn als we uitvinden wie de man of de vrouw is geweest die dat stuk bij de recherche heeft ontvreemd. Dan zul je de officier moeten bellen. Ik denk niet dat we daar ooit achter zullen komen. Nou, ik hoop van wel. Het is een rotte appel, maar die moet hard aangepakt worden voordat de hele mand aangestoken raakt. Hoort er soms bij. Kun je met Theo overweg? Gaat wel. Hij heeft een beetje gevaarlijke theorie dat er iemand van de CRI bij betrokken is. Maar ik geloof daar niks van. Ik kan Theo moeilijk adviseren wat hij wel en niet moet doen. Nee, natuurlijk niet. Maar misschien via Guus Bals of zo. Hè? Die is altijd nogal recht door zee. Ja, misschien maak ik me zorgen over iets wat helemaal niet nodig is. Hoe dan ook, je kunt me dat altijd bereiken als je behoefte hebt aan goede raad. Goed. Wens je veel sterkte met het gekke huis. Bedankt. Alles klaar. Roel is aan de andere kant. Beweging. Beet. Pak ze maar.
ogenblikje, meneer, politie. Ja, wat moet je van me? Zet die motor maar even af, meneer. Mag ik het papier even zien? Ach, kijk eens aan, de heer Mathuis. Wij kennen elkaar nog wel. Ik zou niet weten waarvan. Stap eerst maar eens even uit. Jij maakt me niks, jongen. Oh, nee? Moet je opletten. Je bent hierbij gearresteerd. Is die glister nog in het land? Ken ik niet. En die grapje zeker ook niet. Nog nooit gezien. Jij mag verdomd blij zijn dat je naar het hoofdbureau gaat en niet naar de Kruislaan. Die Nuis was toevallig wel een vriend van me. En dan heb ik het over moord. Of medeplichtigheid aan moord. Heb je hem het vuile werk op laten knappen? Ik heb nog meer te doen vanavond, ja? Ik dacht het niet. Neem hem maar mee. En geef deze dan maar even aan de heer Blok. Tom. Ja. Heb je even? Bob heeft je verteld over die brief die verdwenen is van het bureau? Ja, ik kan je niks zeggen. Waarom heb je niet meteen gezegd dat jij die nacht ook was? Ja, in en uit. Ik heb niks gezien. Wat kwam je doen? Wat bedoel je? Wat ik zeg. Bedoel je misschien dat ik het was? Man, doe niet zo gepikeerd. Ik vraag het aan iedereen. Ik kwam uit de stad. Ik reed hier langs en even uitgestapt om naar de wc te gaan. Nauwelijks zijn we niet binnen geweest. Nou, ik moet aan de plot. Nog iets anders? Ken jij ene Belinda? Nee, nooit van gehoord. Dan vergis ik me misschien. Denk ik ook. In 16, kom uit. Zeg het maar, Tom. Telefoon van je crash. Jasmijn, ziek of zo. Wat zeiden ze? Dat weet ik niet precies. Bel zelf maar even. Oké. Ga er maar naartoe, het is toch vlakbij. Ja, ze had een beetje uitslag. Misschien heeft ze de mazelen. Dat hebben ze toch nooit voor een tweede jaar? Ga dan maar, ik dek je wel. Als ik haar naar huis moet brengen, ga ik meteen door naar Kruislaan. Ik moet misschien voor Scholten weg. Ik weet best dat het ongebruikelijk is. Wie is die man? Een Surinamer. Stanley Waskind. Zit al 5 maanden in bewaring en wij denken dat hij hoort bij die goudkustjongens. Als we hem daarover te praten kunnen krijgen. En waarom speciaal Mary? Dat schrijft hij er niet bij. Daar moet toch een reden voor zijn? Ik ga een gegeven paard niet in de bek kijken. Luister, we kunnen in 1 klap een hele reeks inbraken oplossen. Waarom tijdens het bezoekuur? Dat is toch logisch? Ik bedoel, als hij uit de groep wordt weggeroepen voor een speciaal bezoek, kan hij net zo goed gelijk in de krant laten schrijven dat hij met de politie praat. Ik weet het niet. Uitgerekend Mary. Ik heb het gevraagd en ze willen doen. Alles is al geregeld. Ook met de gevangenis. Dat is nogal voortvarend. Een boer heeft 2 kippen. Een wit en een papegaai. Nu komt die boer te sterven. Gurbus, moet ik nog naar die gevangenis? Ik geloof van wel. Wie van de beide zo? Jasmijn is thuis. En de buurvrouw kan maar tot 12 uur. Oh, shit. Moet ik er nou nog naartoe? Ken je die Waskind? Nee. Behalve dat ik hem heb aangehouden samen met Paul, zo'n 6 maanden geleden. Waarom wil hij dan per se met jou praten? Dat weet ik ook niet. Misschien liefde op het eerste gezicht? Ja, kan toch? Alleen met iemand erbij, de hele tijd. Ja. Je hoeft het voor mij niet te doen. Als ik maar voor 12 uur terug ben. Alleen met jou, hè? Niet met hem erbij. Dat is dan jammer. Regels zijn regels. Dan ga ik maar weer. Hey, wacht al even, man. Maak je niet druk. Hé, ik maak me niet druk, oké? Ik zeg alleen maar hoe het ervoor staat.
Valt me van je tegen. Ach, maakt het nou uit? 3 is 1 te veel. Ik heb toch om jou gevraagd. Ik mag hopen dat het de moeite waard is. Zie ik jou toch nog terug. Het is er met je gezicht gebeurd. Uitgegleden. Op een stuk zeep. Heb je een sigaretje voor me? Het mag ook een jointje zijn. Je hebt gevoel voor humor. Maak hem houden. Waarom? Vind ik leuk. Je bent op camera, weet je dat? Ze zetten hier alles op video. Kijken ze later terug. Hebben ze lol? Handjes onder de tafel. Jij wou me toch iets vertellen? Had God er verdomd veel zin uit toen hij je maakte. Is de jongen van meisje? Je was toch zwanger? Ik zag het meteen. Het zijn mijn zaken. Zwangere vrouwen, dat is het mooiste wat er is. Dat kan ik niet helpen, dan ga ik meteen voor onderuit. Die andere klootzak, die kon ik wel schieten, maar jou wou ik niks doen. Anders hadden jullie mijn huis niet gepakt. Ik heb een maatje van me gevraagd buiten. Ik wil alles over je weten. Ik weet waar je woont. Mary Meijer. Je bent niet getrouwd. Gelukkig ook niet zo'n crazy bommoeder. Wie past er nu op de baby? Jij wou me toch iets over die goudkusbende vertellen? Anders stap ik nu op. Hé, hey, doe nou niet zo lullig. Ik vertel het je eens zo. Ik heb geen geheimen voor je. Ik wil alleen iets met je regelen. Ik droom elke nacht van je. Kan ik niet helpen? Kijk, als jij mij zo nu en dan eens kwam opzoeken, dan geef ik je telkens iets over die jongens. Is je baas ook tevreden? Je hebt te lang binnen gezeten. Hé, dan moet je me niet kwaad maken, hoor. Als jij er niet was, dan zat ik hier niet, hoor. Had je een ander vak moeten kiezen? Wat jij wil. Ik heb nog een smak geld op een veilige plek. Is allemaal voor jou. Ik zit hier mijn tijd te verknoeien. Sta je liever je leven lang het verkeer te regelen? Hé, hey, niet boos worden, blijf maar zitten. Of wil je niet weten wie die vrouw van Heemskerk om zeep heeft gebracht? Zeg het dan maar. Maar je weet wel... Hij weet heus niet dat ik van de politie ben. Ik heb niemand, weet je. Jij bent de eerste die me hier opzoekt. Weet je wat het is om hier te moeten zitten? Had je eerder moeten bedenken. Ik maak het een beetje de moeite waard voor jou... als jij het ook voor mij een beetje de moeite waard maakt, oké? Ik ben niet goed bij je hoofd als je denkt dat ik voor jou drugs ga binnensmokkelen. Je hoeft voor mij niet een ijsblok te spelen, hoor. Ik weet wel beter. Ken je toch? En voor jou is het niks. Ze gaan heus geen politieagenten fouilleren. Ik denk er niet aan. Als ik iets had om te onderhandelen, dan zouden ze me niet constant in elkaar slaan, weet je? Wat denk je? Ik denk dat je zwaar gestoord bent. Nou ben ik gestoord. Maar ik ben wel goed genoeg om mijn maten te verlinken, zeker. Hé. Hé. Dat is jouw voorstel. En als je er nu op terugkomt, dan hoef ik je niet langer mijn tijd te verdoen. Oh.
Blijf zitten. Terwijl ze daar drugs naar binnen smokkelen? Jij hebt niks gezien. Oh nee? Moet jij eens opletten. En maak me af als je een bek open doet. Geef me één reden waarom ik het niet zou doen. En maak me af! En dat moet ik jammer vinden. Vuile stinkhoer. Durf te wedden dat je ineens weet wie de vader van je kind is. Je bent zwaar ziek, weet je dat? Je hebt hulp nodig. Hey, kom maar, één stap. Eén stap en ze gaat eraan. Kom maar. Kom maar. Hey, kalm, hè? Doe niet zo stom. Las kind, leg dat ding weg. Hey, kalm, hey, kalm. Je schiet hier niks meer op. Eén stap en ze gaat eraan, ja? Maakt u even de deur open, mevrouw. Maak open! En wegwezen daar. Kom op! Ik wacht je op, kom maar. Kom maar, klootzak. Ik heb er, jongens. Ik heb er. Oké, doe die deur open. Doe die deur open. Goed zo. Ze leren het al. Kom op. Kom maar, jongen. Kom maar. Lopen, zeg. Kom op, lopen met je mooie leven. Oké, één verkeerde beweging en ze is dood. Als je gek doet, is ze dood. Doe die deur dicht. Dicht! Kom hier. Wat is dat nou? Nergens voor nodig. Ik doe heus niks. Dacht je dat je je eruit kunt lullen? Je takkenwijf! Kom maar binnen, hufters! Dan gaat ze de ram! Kom binnen, zeg ik! Dan maak ik je dood! Dood! Help de directeur. Kan ik je ergens bellen? Ja. Mary is gegijzeld door die gevangenen. Ze zitten in een wasruimte en hij heeft een mes. Zo, de mieter. Dirk, jij neemt over. Ik ben erheen. Ze moet naar huis. Haar kind is ziek. Stanley? Stanley, die agenten die bij is er alles goed mee? Ik mankeer niks, meneer. Houd je smoel. Stanley, kalmeer een beetje. Laat hier als verstandige mensen over praten. Praten? Je ziet me nog niet staan, man. Alleen maar omdat ik dat mens bij me heb. Als jij klachten hebt, wil ik daar graag naar luisteren. Maar laat eerst die agenten gaan. Fuck you, man! Fuck you! Zo gauw ik je kop bij de deur zie, steek ik er overhoop. Oké? Hoor je me? Snel, monitorruimte. En laat ze een seintje geven als hij uit de buurt is, ja? En jij volgt op de porto. Voskuil. Van de Kruislaan. Ja, u heeft hier niks te doen. Wij lossen dit zelf wel op. Ik ben onderhandelaar. Ja, ik ook, maar hij heeft er niet erg veel zin in. Herman. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hij wou niet praten met mij erbij. En wat is dat met dat mes? Zelf gemaakt, denk ik. In de werkplaats. Kunnen jullie daar binnen naar ze kijken? Ja, wat dacht je? Je komt hier niet weg, ook niet met mij. Jij
ben net als alle andere weven. Stanley! Weet goed als ik binnenkom. Ik kom alleen, zonder wapen. Ik blijf waar je bent, beambte! Ik wil alleen maar met je praten, je hoeft niet te schelden. Als ik jouw smoel bij de deur zie, gaat zij eraan. Hij heeft me niks gedaan. Als zij mee opjagen, snij ik jou open. Daar zul je veel mee opschieten. Waarom heb je mij eigenlijk laten komen? Omdat ik hier gek word. Daarom beloof je me eerst van alles en dan scheld je me verrot. Waarom word je hier gek? Je bent hier toch niet voor het eerst? Sluk alsjeblieft niet nog meer van die troep. Wat is het trouwens? Van de dokter. Ik spaar ze. Jij weet niet half hoe erg het hier is. Vertel het me dan. Geen mensen in de buurt. Ze kijken gewoon de andere kant uit. Ze steken je overhoop. Ze slaan je verrot. Ze zetten je hand tussen de deur. En ze kijken gewoon de andere kant uit. Praat dan met de directeur. De directeur. Zo'n ambtenaar. Hey. 3 keer in de ziekenboer. Wou je mijn litteken zien? Laat me gaan. Dan praat ik met hem. Jij snapt er geen reet van, jongen. Ik ga eraan. Snap je het nou? Ik weet te veel. Waarvan? Wat weet je te veel? Ik wil best voor je opkomen, maar leg het me dan uit! Stanley. Kunnen we nu dan eindelijk praten? Is zo de kankerstraal op, man! Nelly, wat doet hij? Wacht. Stanley, alsjeblieft, laat me gaan. En nu! Kind. Simuland, wat heb ik jou daar? Tegen mij heeft hij gezegd dat hij geregeld in elkaar wordt geslagen. Dat hij 3 keer in de ziekenboeg heeft gelegen. Hij heeft me de littekens laten zien. Hier ongeveer? Ja. Dat is een blinde darm. En die ander heeft hij er zelf naast gesneden. Oh ja, en zijn gezicht. Dat komt omdat hij met zijn hoofd tegen de muur van zijn cel stoot. Dus hij verzint het allemaal zelf? Oh, God, sorry meneer, ik moet weg.
Ben je helemaal van de ratten gebeten? Een vrouwelijke collega, die laat je alleen met een crimineel. Hij wou mij er niet bij hebben. En wat levert het op? Geen moer. Behalve dat we op een haar naar de tap toe hadden mogen blazen voor Mary Meijer. Denk je dat die regels er voor niks zijn, hoofdagent? Oké, het was stom. Maar hij wou mij er niet bij hebben. Zo de mythe op. Ik dacht... Hey, daar is onze mami al. Hey. Oh, snoetje. En namers. Hoe kom jij hier? Ah, het was zowat 12 uur, dus ik dacht, die redt het niet. Hey, het is kennelijk goed afgelopen met je. Iso, dank je. Nou, ik ga maar weer. Voordat ik Voskale over me heen krijg. Hey, Iso, wacht eens. Je hebt toch nog niet gegeten? Ik maak een lekkere lunch voor je. Uitsmijter? Nou, dat is me wel een ruzie waard met de vos. Waar is hij? De band? Welke band?
Hij vermoordde me zowat. Hij wou die band. Hij komt vast terug. Hoe zag die man eruit? Theo, ik heb die band niet. Ik weet niet waar die is. Als ik hem had, konden ze hem zo krijgen. God, ik was zo bang. We zullen je wel beschermen. Jullie konden Harry ook niet beschermen. Omdat we toen niet wisten hoe het in elkaar zat. Dat weten we nu wel. Ik moet even bellen. Ah, Hans, ja, blij dat je er bent. Met Theo. Denk je dat we elkaar even kunnen ontmoeten? Op de bekende plek? Nou, half uurtje. Prima, jong. Je bent de prins. We maken er meteen werk van. Ik stuur alleen nog even een teken naar langs. En we zullen ervoor zorgen dat je veilig bent, ook vannacht. We laten je heus niet alleen. Mag ik een malt van? Goedemorgen, meneer Blok. Nou, ik begrijp nu waarom je altijd hier naartoe wilt. Zo'n beetje de enige kroeg in de omgeving waar je als hoofd van de zedenpolitie nog rustig een afspraak kunt maken. En, hoe is het met onze vrienden Matthijs en Glister? Uren verhoord, niks. Glad als naal, duur advocaten. En voor de moord op Harry Nuis hebben ze waterdichte alibis. Maar dat is logisch. Ze hebben mannetjes voor het vuile werk. Ze hebben nog wel wat meer, denk ik. Wat bedoel je? Wat denk je van Wolters? Van de CRI? Die loopt de vloer bij ons plat. Precies. Bij mij ook. De CRI, wat stelt dat voor? Databank? Onderzoeken coördineren? Luister even. Vlak voor zijn dood stuurt Harry Nuis mij een brief met belangrijke informatie over Matthijs en Glister. Hij wil garanties en... Dankjewel. En in ruil daarvoor heeft hij ook nog een bandopname. Die brief die gaat in mijn kast op de Kruislaan. Maar diezelfde nacht wordt die brief gejat uit die kast op de Kruislaan. Meen je dat? Het is duidelijk waar die brief naartoe is gegaan. Want plotseling weten Matthijs en Glister dat Harry Nuis over een bandopname beschikt met voldoende informatie om ze voor 20 jaar achter de tralies te krijgen. Dus wat doen de heren? Ze doorzoeken zijn kantoor, rammen zijn vriendinnen elkaar. En als dat allemaal niet helpt, dan schieten ze Harry overhoop. Die snel bezij die band? Nee, die hebben ze niet. Hoe weet je dat? Omdat ze vannacht geprobeerd hebben om Harry zijn vriendin te verzuipen in haar eigen badkuip. Maar die weet ook niet waar die tape is. Waarom vermoorden ze Harry als hij de enige was die wist waar de band was? Pure paniek. Ze hadden alles al geprobeerd. Dus moesten ze wel aannemen dat Harry die tape bij zich droeg. En dat was niet zo. Ze hebben hem niet gevonden, nee. De hele zaak is in één keer opgelost als wij ontdekken wie die brief heeft gejat. Wolters? Nou, daar geloof ik geen barst van. En wat wil je van mij? Oogjes open. Beetje spitten. Beetje graven. Hoi Sylvie, ik ben het maar. Dat is Robin, een collega. Ik heb een ketting voor je. Heb je een schroevendraaier? Ja, tuurlijk. We gaan je flat continu in de gaten houden. Dus jullie denken ook dat hij terugkomt? Het kan. We willen erg graag de moordenaar van Harry te pakken krijgen. Dat wil jij toch ook? Sorry Theo, sorry, maar dit begrijp ik even niet. Harry Nuis heeft jou... terwijl die dood lag te gaan. Een tape gegeven, die heb jij achtergehouden. Terwijl Zede geen poot heeft om die pooiers te pakken. En dat arme mens door de mangel gehaald wordt. Het is de enige manier om die man te pakken te krijgen die erachter steekt. En wie die brief heeft gejat. En wie verantwoordelijk is voor de dood van Harry.
Ja, ik weet heus wel wat ik doe. Zodra we die man te pakken hebben, gaat die tape naar Zeden. Dus nu ga je Sylvia's lokkaas gebruiken? Met 100% bescherming. Zo, dat is voor elkaar. Hij knipt hem zo weer doormidden. We blijven constant in de straat posten. Geen probleem. Er gebeurt je niks. Ik denk dat dat de tekenares is. Hallo. Marleen, je kan meteen aan de slag. Sylvie, is Marleen Zijlstra. Laten we gaan zitten. Ik heb op het bureau het signalement al doorgekregen. Dus kunnen we gelijk beginnen. Ik begreep, het gaat om een man met een vrij karakteristiek gezicht. Ja. Hoe oud is die ongeveer? 35, 40. 35, 40 jaar oud. Oké, is er iets typerends aan zijn gezicht? Heeft heel kort haar. Heel kort haar. Met van die innamen. Ongeveer zoals ik het nu teken? Ja. Hoi. Heb je al gegeten? Nee. Ja. Ja of nee? Wat is er? Damesbezoek? Dag, meneer. Wie is dat? Dat is een vriend. Yassar. Logeert hij hier? Kon niet anders. Kom eens even mee. Kan je mij dat uitleggen? Er was een inval van de politie. Een inval? Waar? Op tv? In zijn atelier. Yassar moest vluchten. Hij is illegaal. Een illegale Turk? Ben je niet goed bij je hoofd? Weten we nog wie ik ben? Wat maakt dat nou uit wie je bent? Nee joh, dat is waar ook. Wat maakt dat uit? Heb je nog criminelen? Stap ze maar bij een politieman in huis. Nog andere criminelen? Wat maakt het uit? Een illegaal is geen crimineel. Nee, nog niet, maar dat wordt hij vanzelf. En ik ook als ik hem onderdak verschaf. God zal mij bewaren, God allemachtige. Je hoeft niet zo te vloeken. Het is me voor een paar dagen. Hoe lang zit die figuur hier al? Sinds gisteravond. Hij is een neef van een schoolvriend. Hij werkt in zo'n... Zo'n illegaal atelier. Met al zijn illegale neef en een nichten. Waar ze voor 50 gulden een blazer in elkaar flansen. Die later voor 150 gulden in de winkel ligt. En dan moeten ze in de drugs om een beetje zakgeld te verdienen. Jij ziet altijd alleen maar het slechte. Ja, vind je het gek? Waarom heb je mij dat gewoon eerst niet even gevraagd? Je had het nooit goed gevonden. Oh, en nu wel, denk je? Wat wou je dan? Hem op straat gooien? Weet je wat ik zou moeten doen? Hem arresteren, op een vliegtuig zetten. Ik ben politieman. Dat is altijd nog mijn plicht. Als je dat doet, dan ga ik meteen terug naar Canada. Juist. Dit is dus de man waar wij allemaal naar uitkijken. Dan, het rookprobleem in de kantine. Ik dank je. Er zijn een paar dingen. De recherche is bezig met een onderzoek naar een vervelende onregelmatigheid. Hier, op bureau. En in verband daarmee wil ik aan jullie vragen om goed op te letten of er eventueel ongewone voorvallen zijn. Of dat er rare dingen worden gevraagd door externe collega's. Meneer Keizer, wat voor rare dingen zouden dat moeten zijn? Alles wat verband houdt met het onderzoek naar die vrouwenhandelaren. Mathuis en Glisser. Als jullie iets te melden hebben, dan graag direct. Bij inspecteur Brandsma. Of bij mevrouw Gerichs. Ja, ik ben namelijk voor een paar maanden afwezig. En voor die tijd heeft mevrouw Gerichs
de leiding over het bureau. Nog vragen? Nee. U komt er nog wel terug? Ik zou jullie voor geen goud willen missen. Serge Guus Bals. Ja, ja, komt er juist aan. Eén moment. Thea. Ik zag Mark lopen. Is die erheen? Mm-hmm. Ik ga nog even wat slapen. Als je me nodig hebt, bel je, oké? Okay? Theo. Ja. Wat? Nu al? Ja. Ik denk wel dat hij er is, ja. Ja, is goed. Ja. Het lijkt wel de helft van de mannelijke bevolking. Ja. Het rare is toch dat je de mannen vaak van herkent.